Nou, even kijken. We hebben het eten op tafel liggen. Zo. Nou, Pia, wat fijn dat je er bent. Ja, waar is Hannah? Ik kom haar ophalen natuurlijk. Oh, hey Pia. Ik ben helemaal klaar om te gaan. Yes, ik ben zo benieuwd vandaag. Ik ook. Zo, nou, laten we maar snel gaan. Nou, ik heb hier nog wat eten voor jullie. Jullie kunnen dat snel nog even opeten. Oké, ja, inderdaad. Laten we dat maar even snel opeten dan. Hier heb ik nog wat chocomelk. Zo, nou, even kijken. Oh, daar is Tessa. Oh, wauw. Ja, laten we maar werken aan het schoolproject voordat we naar school moeten. Ach man, wel jammer dat Tessa er is, maar oké. Ja, nou, laten we maar aan gaan werken. Ik wil wel een goed cijfer. Nou, Tessa, wil je ook wat chocomelk? Zo, nou, dankjewel. Nou ja, veel plezier. Ja, mag ik nog wat meer chocomelk misschien? Oké, nou laten we verder gaan met het project. Zo, nou, even kijken. Huh? Wat zijn ze beneden aan het doen, man? Nou, Hannah is aan het werk aan het schoolproject voordat ze naar school gaat. Ja, nou, even kijken. Oké, dus laten we dan dit nog invoeren. Ja, en ik denk dat we ook beter dit kunnen aanpassen hier. Nou, ik wil nog wat chocomelk eigenlijk. Oeh, ik wil ook nog wat. Nou, ik wil ook nog wat. Misschien kunnen we daar nog wat aan toevoegen? Ja, inderdaad. Wacht, ik pak nog even wat chocomelk. Hé, hey, ik wil ook wat. Waarom zijn ze alleen met z'n drieën? Emma, is er iets? Nou ja, ik kan niet geloven dat jullie alleen in je eentje dit aan het doen zijn. Ik wil ook meedoen. Nou ja, zeg. Dan ga ik wel iets anders doen. Huh? Is ze nou boos? Ik heb geen idee. Maar volgens mij moeten we wel gaan, toch? Nou ja, ik ga wat water op te laten vallen. Zo stom. Ja, wat is dat nou? We zijn helemaal nat. Nou ja, dat is wat jullie krijgen voor mij niet uitnodigen. Ach, Emma, ik kan niet geloven dat je dat hebt gedaan. Ja, waarmee moeten we nu naar school? Ach man, al mijn kleding is nat. Ach, wat is hier nou gebeurd? Waarom is het hier helemaal nat? Ja, nou ja, zij wouden mij niet laten meeeten, dus ik heb ze nat gemaakt. Emma, dat kan je toch niet zomaar doen? Nou ja, wat moeten we nu aantrekken, man? Maak je geen zorgen, je hebt nog vast wel wat kleding die ik aan kunnen doen. Nou, even kijken. Wat moeten we nou aandoen? Emma, kom nou hier. Och man, ik wil niet dat ze boos op me worden. Nou ja, laten we gewoon andere kleding vinden, jongens. Nou, even kijken. Wacht, ik ga geen kleding van Hannah aandoen, hoor. Nou, maar wat kan je dan aandoen? Bedrijf nat. Nou, even kijken. Ik kan jullie wel nog even opdrogen. Nou, even kijken. Laten we dan allemaal dit aandoen. Ja, dit wil ik toch niet aandoen? Dit paardenshirt. Dat ziet er zo stom uit. Zo. Nou, even alle schoentjes ook aandoen. Oké, jongens. Nou, veel succes op school. Zo, nou. Ik ben echt heel boos op jou hoor, Emma. Zijn ze nou een drieling of zo? Waarom hebben ze dezelfde kleding aan? Man, ik kan niet geloven dat iedereen me ziet in Hannah's kleding. Wat zijn jullie nou aan het doen? Nou ja, onze kleding werd nat, dus zij moesten mijn kleding aandoen. Ja, inderdaad. Vind ik heel jammer. Wat? Je ziet er zo raar uit. Als een drieling of zo. Ach man, dat kan ik niet geloven. Vergelijk je mij nou met hun? Oké, laten we omhoog gaan. Oh wauw, nou dit ziet er leuk uit, jongens. Zo, nou even kijken. Zo, nou laten we gaan zitten. Huh? Maar ik wil niet naast jullie zitten. Ik wil niet dat zij me zien. Oh jongens, wat is er daar nou gebeurd? Hebben jullie allemaal Hannah's kleding aan? Ja, er was een ongelukje bij mij thuis. Nou, even kijken. Wat kunnen we nog meer doen? Oké, jongens. Nou, laten we dan allemaal snel gaan zitten. En dan kunnen we de presentatie beluisteren. Oh, wauw. Nou, dat is wel grappig dat we allemaal hetzelfde aan hebben. De presentatie van Hannah, Tessa en Pia. Nou, het was heel mooi, toch? En het ziet er echt heel leuk uit. De coördinatie is leuk. Zie je? Wauw, het heeft eruit geholpen dat we zelf de kleding aan hebben. Ja, nou ja, maar ik wil natuurlijk niet nog steeds jouw kleding blijven dragen. Dat wil ik echt niet.